Hey, ja, daar ben ik weer. Even kijken hoe lang de camera is rolling. We'll see. Yes. Het leven, het leven, het leven. Bijzonder. Mijn dakloze tijd. Well, because I'm a homeless woman. Yes. Because of the system. And my mother. Mijn moeder is ziek nogmaals. Herhaling. En foe. Weet je wat ik ook besefte? Als mijn moeder mij gezond had kunnen opvangen, dan was alles natuurlijk anders gelopen. Dat is ook logisch. Ik zei ook nog tegen de case manager toen de tijd. Ik zei ja, ik ben in december was ik al bezig met scholen zoeken in Tilburg voor mijn kinderen. Toen heb ik naar de cocon gebeld. Wow, uiteindelijk is de vlasstof, maar toen bleek het uiteindelijk dat ik dacht nee, gaan we niet doen. En toen de cocon, meneer Jan, en ik weet nog waarom ik dat zo'n fijne school vond. Het is een, ja. Bijzonder, het is een. Even kan er niet even komen. Anyways, mijn lieve vriendinnetje die zwanger is, ze zit nu in haar laatste weekjes. Wauw, bijzonder. Ik hoop dat alles goed met haar gaat. Lieve vriendin, dat waardeer ik. Maar goed, haar zoon heeft daar op school gezeten. Bijzonder, jaren geleden in groep, toen hij nog zo jong was. Oh, en ik ben daar nog geweest. Toen heb ik zijn verjaardag daar gevierd samen met haar. Daar, maar goed, dus uiteindelijk, jaren later, kwam ik er in één keer achter. Oh, jij heeft daar gezeten. En wat ik zo mooi vond, ik had de profielen van de leraren bekeken. En ik vond het echt een, ja, ze zagen er heel bijzonder uit. En vredig. En echt wel de types dat ik denk, oké, cool. Eerste profielschets. En het bijzondere was, degene die lichamelijke opvoeding gaf. Ja, dat is een oud collega. Wauw, bijzonder. En ik wist meteen, oh ja, ik heb met haar samengewerkt. Ik wist meteen wat voor type dat is. En ik dacht, oh, dat is de tofste juf die je kan hebben voor het gymmen. En meneer Jan heeft mij later nog in een fase teruggebeld om te kijken. Toen de tijd was in de coronatijd. Oh, maar toen kwamen we in zo'n molen terecht van onrecht. Mijn kinderen en ik. Dus daarom zeg ik, mijn waar gebeurd verhaal in mijn boek. Mijn leven, dat gaat er echt komen. Want ik ben gewoon homeless. Ik ben gewoon dankbaar dat ik mensen om me heen heb gecreëerd, netwerken, die mij helpen en mij opvangen. En het bijzondere is ook, zuster Annie weet hoe het is om homeless te zijn, want zij is zelf ook dat geweest. 1,5 jaar of zo, zei ze. Wauw, of langer misschien zelfs. Oh, ze heeft ook daar en daar korte tijden bij verschillende culturen geleefd, Egyptenaar. Turken, Marokkanen. Daar heeft ze heel veel kennis in opgedaan, ook in de keuken. Daarom kan ze ook zo lekker koken. Bijzonder mens. Daarom zal zij ook in het boek en het verhaal echt een groot onderdeel zijn, want ik heb heel veel van haar te leren ook voor mezelf en dat vind ik mooi. Maar ik ben ook heel dankbaar gewoon voor hun liefde die ze mij geven in deze tijd. En dan denk je, en dan het Nederlands systeem, de zorginstellingen, jeugd, bla bla bla. Je hebt geen kaas gegeten van wat ik doe.